Hoi iedereen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik iets heel leuks doen en ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het zal gaan. Ik ga 24 uur doorbrengen met de ponies. En ja, dan ga ik er ook dus slapen. En ik heb er wel best wel veel zin in, maar ik ben ook gewoon echt heel benieuwd. Want ja, ik ben wel gewoon 24 uur buiten. En ik ga dus ook een tentje opzetten. En ik heb jullie op Insta ook gevraagd wat ik wel of wat ik niet mag doen. En het is bijna 1 uur. En ik ga om 1 uur dus beginnen. Dus dan mag ik hier niet meer binnen zijn. En ik heb al echt super veel spullen gepakt. Wat ik dus nodig heb. Dat zal ik even laten zien. Oké, dit allemaal heb ik nodig. Een snoer voor mijn dingen opladen, alle slaapzakken, dekens, van alles. Een stoeltje. Mijn schoenen en de tent en eten en zo. Dus ja, dat ga ik nu allemaal even naar buiten brengen. De pony zal ook wel echt denken van wat? En waarschijnlijk wordt deze video wel echt super lang. Dus ga ik hem in 2 of in 3 delen indelen. Dat is misschien ook wel leuk, denk ik. Dus ik ga nu de spullen naar de ponies toe brengen. Oké, ik ben ondertussen alvast wat spullen naar de paddock aan het brengen. Ik had ook jullie gevraagd wat ik moest doen. In het weiland slapen of in de paddock. En heel veel hebben gestemd op paddock. Dus ja, dan slaap ik echt tussen de ponies, maar... Ik ga wel een draadje ertussen doen. Dat ze niet echt op mijn tent kunnen gaan lopen of zo. Of erin gaan staan, weet ik veel wat ze allemaal kunnen doen. Dat is niet zo veilig natuurlijk, dus ik doe gewoon even een draadje. Maar het is wel leuk van als ik gewoon die tent zo openrit, dan kan ik ze gewoon zien staan. Dus dat is wel echt heel leuk. Oké, nog meer spullen pakken. Oké, het is nu precies 1 uur. Als jullie dat kunnen zien, ja. Precies 1 uur. Dat betekent dat de 24 uur nu ingaat. Dus ik ga de laatste spullen pakken. En dan mag ik de paddock dus niet meer uit. Dus ik ga het huis even gedag zeggen. En dan pak ik mijn laatste spullen. En dan gaan we ervoor. Oké, ik ga nu alle spullen in de paddock zetten. En de ponies zullen echt wel denken van wat gebeurt hier. Oké, ik ga nu bezig met de tent opzetten. Ik ben benieuwd... Nee, Batman. Batman. Nee, nee. Nee, Batman. Nee, is niet voor jou. Oké. Maar ja, dat ga ik eventjes doen. Oké, ik heb mijn stoeltje al neergezet. De tent die staat daar. Maar ik moet nog even hem opzetten. Maar ik heb hem al even uitgerold. En ik dacht ik ga nog eventjes de regels vertellen. Wat ik wel en niet mag. Ik mag eigenlijk helemaal niks. Ik mag eigenlijk gewoon helemaal niet de paddock uit. Of nou ja, ik mag natuurlijk wel voeren. Want ja, dat hoort erbij. En dat staat ook gewoon allemaal hier zo daar. En daar is de stroom, dus dat moet ik natuurlijk ook vanavond opzetten. En ik mag natuurlijk naar de wc. Voor de rest mag ik gewoon de paddock niet uit. Dus ja, dit is mijn verblijf de komende 24 uur. Dus ja, we gaan het zien. Thank you.
Oké, de tent staat al een soort van... Ik moet alleen de binnentent en de haringen en zo nog eventjes vastzetten. En dan... ja, daar staat hij. Oké, mijn tentje die staat nu. Ik heb hem vastgezet en ik heb er ook eventjes lijntjes om gedaan. Zodat de ponies niet bij mij kunnen komen. Maar dat ik ze wel eigenlijk heel mooi zo kan zien als ze aan het eten zijn. Dus ja, ik ga nu even een beetje chillen. En ik hoop dat mijn eten zo wordt gebracht. Want ik heb wel honger. Dus ja. En ik ga zo natuurlijk nog even wat met de ponies doen. Ik weet nog niet wat. Maar ik heb alle tijd om erover na te denken. Oké, ik zie net dat Fiona echt heel schattig ligt. Dus ik ga even kijken als ze ook blijft liggen. Hey Fiona. Hey. Hallo. Oh, kijk er nou. Oké, ze blijft liggen dus. Kijk. Cute, hè?